Op 14 juni 2019 steekt een man zijn vrouw dood in een auto op een parkeerplaats in Kunzeel in het oosten van Hessen. Getuigen bellen de politie. Rada wordt naar het ziekenhuis gebracht. Ze sterft tijdens de spoedoperatie. De dader wordt op de plaats van het misdrijf gearresteerd. Er zijn 5 messen in de auto gevonden. De dader is geboren in Kosovo, heeft een Servisch en een Duits paspoort. Het slachtoffer komt ook uit Kosovo, ook met een Duits paspoort. Rada was moeder van 6 kinderen. Er is niets bekend over het motief. Men kan aannemen dat ze wilde scheiden en dat hij het niet wilde accepteren. In april 2020 veroordeelt de regionale rechtbank van Fulda de dader tot een levenslange gevangenisstraf voor moord. Als motief wordt onder andere genoemd dat de dader zijn rol als gezinshoofd zag afnemen. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek eerwraak.